komt ook de traumahelikopter ter plaatse. Die cirkelt momenteel boven ons. En die maakt nu een verkenningsvluchtje van waar ga ik mijn helikopter neerzetten. In de praktijk hoeven wij daar als hulpverleners op te vloeken. En in de rustwagen zijn ze bezig om extra ruimte te maken om het slachtoffer uit te leggen.